Zullen we rustig gaan beginnen, Chris? Goed, goedemiddag allemaal. Ik wil graag de auteurs een warm welkom heten. En jullie ook voor alle deelnemers, voor de tijd die jullie genomen hebben om deel te nemen aan het webinar. Ik vraag graag het woord over aan Lotte Tavecchio en Aafke Mooms, auteurs van Professioneel Engels. Ja, welkom allemaal. Ik laat even onze gezichten zien, dus jullie zien ons allebei. Ik ben meer de frontwoman en Aafke is meer, hoe noem je jezelf, in de achtergrond, onze kracht in de achtergrond. En dus ik zal nu mijn scherm delen en dan later zal ik weer even mijn gezicht laten zien. Maar welkom dus bij onze webinar. Ontzettend leuk dat jullie hebben ingeschreven. Ik zal eventjes kort ons voorstellen. Wie zijn wij en waarom hebben wij dit boek geschreven? Waarom hebben wij onze bloed, zweet en tranen hierin gestopt? Nou, ik ben dus Lotte Tavecchio. Ik heb twee banen. Ik ben deeltijd in dienst bij Amsterdam University College als senior lecturer. En daarnaast heb ik ook mijn eigen trainingsbureautje, Be Eloquent, taalcoaching en training. En Aafke is een door de wol geverfde auteur en redacteur met heel wat titels op haar naam, waaronder dus ook ons boek. En jaren geleden zijn wij al samen gaan werken en hadden we het idee voor dit boek. Waarom professioneel Engels, From Dunglish to English? Nou, Nederlanders staan natuurlijk bekend om hun goede Engelse taalvaardigheid. Over het algemeen, het is maar net waar je het mee vergelijkt, maar over het algemeen spreken Nederlanders natuurlijk goed Engels, maar hebben ook de neiging om hun eigen taalvaardigheid af en toe wat te overschatten. En dan maken ze typisch Nederlandse fouten op het gebied van grammatica, woordkeus, uitspraak, maar ook cultuurverschillen, de directe Nederlander. En dat is eigenlijk wat we Danglish noemen. Dus de typische fouten van Nederlanders, dus een blend van de woorden Dutch en English. Dat is heel erg de insteek van dit boek. Als het goed is, dat is in ieder geval mijn ervaring als ik met het boek werk en ook de terugkoppeling die we krijgen, herkennen de gebruikers zich erin. We hebben natuurlijk een profiel van jullie gekregen toen jullie inschreven. Veel van jullie zijn docenten. Benieuwd of jullie ook met een soort gelijkboek werken of dat jullie juist meer voor jezelf je Engels willen verbeteren. Maar vandaag gaan we enerzijds kijken van, nou, hoe pakken we dit nou aan in dit boek? Wat is nou echt onze aanpak? En anderzijds hopen we jullie ook wat bij te brengen of in ieder geval te inspireren of wellicht alleen maar opfrissen. Ja, dus dat is een beetje de aanpak. En voordat we echt beginnen met naar wat dingen kijken, wilde ik jullie even activeren en ik heb een vraag voor jullie. En wat je het beste kunt doen, is deze QR-code even scannen met je telefoon. En dan ga ik in de tussentijd de Mentimeter openen, als alles werkt. Dat is altijd even spannend. En de vraag is, wat zijn de meest voorkomende fouten onder jouw studenten met betrekking tot het Engels? En als je geen les geeft in het Engels, dan gaat het meer over wat denk je dat je eigen meest gemaakte fouten zijn. Dus ik ga eventjes de Mentimeter delen. Even kijken of jullie erin komen. Of moet ik nog wat langer de QR-code laten zien? Misschien moet ik eventjes weer de QR-code laten zien. Ik ga eventjes terug naar de slide om de QR-code. Misschien hadden jullie als goede studenten juist alle telefoons niet bij de hand. Dus ik laat even de QR-code weer zien. Kan je dan scannen als je wil en dan de vraag beantwoorden. Ik laat hem nog eventjes zien. En dan ga ik nu weer eventjes terug naar de Mentimeter en kijken of dit dan werkt. Ik zie dat er al 9 mensen hem hebben ingevuld, dus dat is mooi. Dus ik ga alvast eventjes reageren op wat ik hier zie. Met stip op 1 tot nu toe te informeel of te direct. Nou, daar staan we wel bekend om als Nederlanders, vooral het directe.
Maar te informeel is iets wat je natuurlijk heel vaak hoort onder studenten, maar ook onder gebruikers. Dat is ook niet gek, omdat het Engels waar we het meest aan worden blootgesteld, films, muziek, chats, social media, shorts, whatever, wat je allemaal hebt, is natuurlijk over het algemeen gewoon gesproken informeel Engels. En als je dan ineens in een zakelijke context of in een academische context moet gebruiken, dan herken je waarschijnlijk dat je echt ander type Engels nodig hebt. Dus vaak zie je wel ook bij gebruikers dat ze het verschil wel zien, maar dat ze niet hun vinger erop kunnen leggen. Op 2, kromme zinsbouw en interpunctiefouten. 3, false friends. Ik weet niet of iedereen bekend is met dat begrip, maar dat komt later ook nog even terug. Maar dat zijn die woorden die in twee talen voorkomen. Bijvoorbeeld hierbij en hierbij. Dus lijken heel erg op elkaar, maar worden anders gebruikt. Betekenen net wat anders. Gebruik van de tijden, dat zijn natuurlijk altijd lastige dingen. En typisch Nederlandse uitspraak. Nou, dit is iets wat jullie. Dit is de ranking volgens jullie in ieder geval. En wat ik zou willen zeggen, ik ga weer even terug naar de slides. Is dit dat de ranking niet eens uitmaakt? Hopelijk zien jullie ook dat dit gewoon veel voorkomende fouten zijn. En hoe koppelen we dat nou aan het boek? We kregen ook een vraag van een van de inschrijvers van hebben jullie rekening gehouden met het Common European Framework of Reference of hoe verhoudt het zich daartoe? Maar wij hebben juist voor dit boek gekozen om daar niet vanuit, zeg maar, het Common European Framework of Reference te schrijven, omdat nou, de meeste boeken doen dat al en wij zien, ons uitgangspunt is echt interferentiefouten. Dus het Nederlands wat in de weg zit op het moment dat je in het Engels wil communiceren en dus de uitdagingen die daarbij komen kijken. En wat we dus over het hele boek hebben verspreid zijn wat we noemen Danglish alerts. Dus typische fouten van Nederlanders of potential pitfalls. Valkuilen. En hier noem ik er een paar, maar ik wilde er op een paar ook wat meer ingaan. Dus false friends, die noemde ik net al. If of when worden vaak door elkaar gehaald. Swear words and being too direct. Wij hebben wat swear words geleend uit het Engels. En de bijklank is toch anders in het Nederlands dan in het Engels. Dus soms als Nederlanders bepaalde woorden gebruiken, dan slaan Engelse stijl achterover. Spelfouten en homofonen, dus woorden die hetzelfde klinken, maar anders worden gespeld. He speaks English fluent, he speaks English fluently. Het verschil tussen bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. The majority of students is of are late. Nou, misschien hebben jullie hier zelf al vragen over. Dan kunnen we er altijd nog later op terugkomen. Want wat we willen doen is, ik presenteer nu een paar veel voorkomende fouten. En jullie kunnen altijd jullie vragen bewaren tot het einde van de webinar. En dan willen we echt 10 minuten of zo overhouden voor vragen of discussies. Een voorbeeldje van zo'n Danglish alert. Als je deze zin leest, yesterday I've sent you an email. Hopelijk gaan er dan al wat alarmbelletjes rinkelen. Dit is namelijk een van die hele typische fouten die heel veel Nederlanders maken. En voor degene die het nog niet meteen zien, is op het moment dat je in het Engels een verwijzing naar het verleden hebt, zoals yesterday, dan kan je alleen de simple past tense gebruiken, dus sent zonder have. Nou, dit is dus een voorbeeld van hoe wij bijvoorbeeld de grammatica, iets waar veel gebruikers niet de beste herinneringen aan hebben. Vaak als ik in mijn college vraag, weten jullie nog van school de have been en de has been? En dan zakt de moed ze al in de schoenen. Maar op het moment dat ik het eventjes kort opfris en heel erg toegespitst maak op bepaalde situaties en de uitleg ook heel beknopt hou en heel toegepast, merk ik dat het veel beter te verteren is en dat je de aandacht er langer bij houdt. Dus dat is ook echt de aanpak van Aafke en mij geweest in dit boek. Dus je ziet dat de uitleg kort is, toegepast. We hebben wel een heel uitgebreid grammatica-overzicht, want er zit ook een digitale leeromgeving bij het boek, MyLab, met nog veel meer oefeningen en een heel grammatica-overzicht. En iedere alert of iedere oefening, informatieblokje, wordt ook gevolgd door een oefening.
Dus dit is eventjes een voorbeeld. Maar nu gaan we nog even aan het werk. Eerst nog met één vraag. We hebben net al gezien van wat zijn nou de meest voorkomende fouten. En een andere vraag is, wat willen mensen nou het liefste leren in, ofwel in jullie lessen of jullie zelf? Dus wat willen jullie het liefste leren met betrekking dus tot professioneel Engels? Dus als je nog één keer de Mentimeter zou kunnen doen. Ik laat nog even weer de QR-code zien. Ik zal hem nog eventjes laten staan. En dan kunnen we weer naar de presentatie gaan. En dit was de laatste Mentimeter. Dus voor de rest kan de telefoon gewoon weg. En hopelijk staat hij al op stil. Ik ga weer even terug naar de Mentimeter. Nou, hier zie je ook. Wat willen studenten nou het liefste leren? Ook weer dat formele en professionele taalgebruik. Dat staat toch wel echt op één. Zelfvertrouwen. Heel belangrijk. Uitspraak verbeteren, woordenschat en grammatica. Ja, en grammatica verbaast me niet dat die onderaan staat. Dat willen studenten vaak niet, hè? En dat weten we ook. Als docenten, denk ik allemaal. Maar ik denk ook dat veel docenten denken, ja, maar het is wel belangrijk. En daarom hebben wij bijvoorbeeld in het boek het echt er doorheen gesprinkeld. Maar het voelt niet als een grammaticaboek, maar stiekem zit er best heel veel grammatica in het boek verwerkt, maar dus heel subtiel. Ik ga weer terug naar mijn slides. En dank jullie wel voor deze input. En nu wilde ik wat voorbeelden geven van hoe wij dingen aanpakken en ook jullie hierin meenemen, hopelijk. Ja, wat ik al zei, wordt jullie eigen kennis ook wat opgefrist of net een andere kijk. Een van de dingen die ik het vaakst hoor als ik aan mensen vraag, wat wil je nou leren? Als ik in het bedrijfsleven werk met mensen of studenten, is ik wil vloeiender zijn. Ik wil mijn woordenschat uitbrengen. Ik heb het gevoel dat woorden altijd op het puntje van mijn tong liggen, maar ik kom er maar niet op. Als ik een presentatie geef, als ik in een conference call zit. Nou, noem het maar op, ik zoek altijd naar woorden. Dus dat hoor ik altijd. Misschien herkennen jullie dit zelf ook. En hier wilde ik twee benaderingen even tegen elkaar afzetten. We hebben natuurlijk de klassieke benadering, dat is woordenlijsten. Nog steeds heel dominant in ons onderwijssysteem. Woorden uit je hoofd leren. Ik denk dat we allemaal, misschien doen we het nog, maar we herinneren het ook ons nog van school. Als ik nu aan bijvoorbeeld studenten vraag, weet je nog dat je woorden uit je hoofd moest leren? Hoe ging dat nou? Nou, 2 dagen, 3 dagen voor de test begon ik. Ik ging stampen. Ik kon het reproduceren op test. Maar als ik vraag, wat wist je nou een week later nog? Zijn ze eigenlijk het meeste wel vergeten. We weten eigenlijk wel vanuit de taalkunde, mijn eigen achtergrond is ook taalkunde, Engels taalkunde, dat dit eigenlijk niet een effectieve methode is. Want het is een hele kunstmatige manier om woorden te leren. Je haalt ze uit de context en ja, je gebruikt ze niet als een lijst. Dus hoe je eigenlijk woorden wil leren, is in context. En misschien herkennen jullie dit beeld al van de word web, iets wat we dan collocations of collocaties noemen in de taalkunde. Dat betekent gewoon vaste woordcombinaties. En wat deze word web laat zien, is dat als je, het is eigenlijk een weergave van hoe woorden in ons hoofd zijn opgeslagen. En dat is als je bijvoorbeeld aan een woord like conversation denkt, dan is in ons native speaker brain, dus in onze moedertaal, weten we meteen allerlei woorden die we met conversation kunnen gebruiken. Wat doe je met een conversation? You fall into a conversation, you engage somebody in a conversation, you get into a conversation, you strike up a conversation, you have an animated conversation, a stimulating conversation, et cetera. En in je moedertaal kan je meteen allerlei woorden bedenken die je met conversation zou kunnen gebruiken. In een tweede taal zie je vaak, en hopelijk herkennen veel mensen dit ook, dat studenten of leerlingen of wie dan ook woorden kennen, bijvoorbeeld het woord conversation, maar omdat ze niet echt hebben geleerd hoe ze dat in een context moeten gebruiken, weten ze niet zeg maar de woorden eromheen, de woorden in het woordweb. En daar gaan mensen dus vaak
vertalen. Dus dan denken ze van nou, een gesprek beginnen of een gesprek voeren. En dan typen ze misschien voeren in een woordenboek. En dan denken ze, feed, ik zeg maar iets. Hè? Stel dat ze zoiets letterlijk zouden. Vaak is het een omweg. Wat je dus beter zou kunnen doen in onze visie, is vanuit collocations werken. Of in ieder geval daar veel meer aandacht aan besteden. En ik wilde een voorbeeldje laten zien. Dus dit is een soort typisch voorbeeld uit een tekst. A lot of research has been done about the effects of social media use on teenage girls. Nou, stel dat sommigen van jullie teksten nakijken en willen verbeteren. En stel dat dit in een academische context geschreven zou worden, dan zouden jullie misschien feedback kunnen geven op het feit dat a lot of geassocieerd wordt met informeel taalgebruik. En hetzelfde geldt dan voor het werkwoord done, to do. En de reden dat het eigenlijk geassocieerd wordt met informeel taalgebruik is omdat het wat we noemen een soort empty words zijn. Ze betekenen niet zoveel. Ze zijn vaag, niet specifiek. En als je bijvoorbeeld naar het academisch Engels kijkt, dan wil je juist zo precies mogelijke woorden. Maar als een student deze zin schrijft, dan denk je, ja, maar ik weet gewoon niet wat je nog meer met research kan doen dan do. Nou, soms zeggen we dan, ga naar een synoniemenwoordenboek, een thesaurus, en zoek eens een synoniem op voor een woord. Nou, als je do intypt, ja, wat krijg je dan? Dan krijg je eigenlijk alles en niets tegelijk, omdat het werkwoord do meer een functie heeft in de zin dan een betekenis. Dus dat is wederom niet een effectieve benadering. Terwijl als we hier nou collocations zouden gebruiken, en ik weet niet of jullie bijvoorbeeld bekend zijn met een bekende collocation site allstick.com. Er zijn er meer. Dit is een van mijn favorieten. De Longman Dictionary doet ook veel met collocations. Eigenlijk alle leerderswoordenboeken. Maar dan typ ik het woord research in. En wat dit dan doet, dan geeft dit dus zo'n woordweb. En dan zie ik bijvoorbeeld bij werkwoorden: to carry out, conduct, do or undertake research. Ik zie bij adjectives allerlei, dus bijvoeglijke naamwoorden, zie ik allerlei opties. Zie ik bijvoorbeeld extensive. En ik krijg ook nog eventjes een opfrisser over die ontzettend lastige voorzetsels in het Engels. Want dat was ook hier misgegaan. Dus hier kan ik met kleine tweaks, kan ik dus zeggen, extensive research has been conducted on the effects of social media use on teenage girls. Heel weinig wijzigingen. Maar de wijzigingen die gemaakt zijn, maken het formeler, maken het preciezer, meer academisch in deze context en ook idiomatisch. Ik weet dat op het moment dat ik ga variëren met woorden, dat ik niet per ongeluk letterlijk vanuit het Nederlands vertaal, maar ik maak gebruik van die vaste woordcombinaties. En dit is dus ook echt een hele effectieve methode om je eigen woordenschat of de woordenschat van studenten, gebruikers uit te breiden. Dus niet alleen maar die woordenlijsten, dat is mooi als een soort opstapje, maar de volgende stap is dan echt die collocaties. En misschien herkennen jullie zelf ook al, want dat herken ik in ieder geval vaak in mijn lessen. Dat op het moment dat ik zo'n overzicht laat zien met al deze woorden hier op het scherm, dat iedereen zegt, ja, nu ik ze zie, herken ik ze allemaal. Dus de passieve kennis is er. Je herkent de woorden allemaal. Maar de actieve kennis is onvoldoende ontwikkeld. En het gaat juist erom om die actieve kennis, zeker bij Nederlanders die altijd maar blootgesteld worden aan het Engels, dus enorme passieve kennis hebben, maar het te weinig gebruiken. Dus dat is een voorbeeld van hoe wij bijvoorbeeld woordenschatuitbreiding aanpakken, ook in het boek. En we hebben er ook echt een heel hoofdstuk aan besteed, woordenschatuitbreiding. En dit is een van de dingen die we in dat hoofdstuk doen. En ik kan natuurlijk ook niet in this day and age ChatGPT niet noemen. Gemengde meningen zijn er over. Moet je het wel gebruiken? Moet je het niet gebruiken? Ik ben van de stroming dat ik denk, ja,
Het is er en it's here to stay. Dus hoe kunnen we het gebruiken ook als docenten? En ik vind het voor dit soort dingen heel mooi als writing tool, maar ook teaching tool. Dus als ik bijvoorbeeld aan ChatGPT vraag: Can you give me some verbs that collocate with the noun research to be used in a formal academic context? Please also include example sentences. Dus wat ik hier doe is verbs, werkwoorden, dat benoem ik. Collocate, ik had ook combine kunnen doen. De noun research, doe ik bewust tussen aanhalingsteken. Ik geef aan in welke context, dus academische, formele context. En dan zie je hier heel klein dat ik boem, binnen nou, split second krijg ik meteen 10 hele mooie voorbeelden. En ik heb er twee eventjes uitgelicht. En ja, zo kun je ook in je lessen echt studenten laten zien hoe ze eigenlijk zelf ook ChatGPT kunnen gebruiken als een teacher, als het ware, of een writing tool, waarbij het natuurlijk heel belangrijk is dat wij de studenten leren welke vragen ze moeten stellen of hoe ze de vraag of prompt moeten formuleren. Want uiteraard is het bij een tool als ChatGPT. Is de kwaliteit van het antwoord afhankelijk van de kwaliteit van de vraag? Dus dit was iets over woordenschat. Ik wil nu shift gears, want we hebben veel beloofd om zeg maar te behandelen in deze webinar. En een ander iets is uitspraaktips. Nou, er valt van alles te zeggen over uitspraak, maar ik wilde eigenlijk één dingetje vertellen aan de hand van een anekdote. Dus hier zien jullie een target, als het ware. Jaren geleden gaf ik les bij de Nederlandse Defensie Academie in Breda aan docenten daar die een Engelse master gingen opzetten. En die moesten les in het Engels geven. Dus iedereen moest voor die colleges bij mij, zeg maar, korte presentaties geven, deze docenten. En één iemand gaf een mini-college. Een mini-lecture over targets. Dus dit was iemand die in Afghanistan was geweest. Ze zaten daar ook in full gear, zeg maar. En er ging een presentatie van 15 minuten over wat wij dus dachten als publiek: fake targets. Nepdoelen. Nou, ik wist niet per se. Ik had daar niet per se een opmerking over. Maar alle collega's in de kamer die ook een militaire achtergrond hadden. Die vroegen aan het einde van de presentatie: Hé, maar we snappen het niet. Waarom heb je nepdoelen, fake targets? Zei de presentator: Nee, ik heb niet nepdoelen. Ik heb geen fake targets. Ik heb vague targets. Ik hoop dat jullie thuis ook het verschil horen tussen fake, korte klinkerklank, en vague, dus een lange klinkerklank. En dit is nou net een van die subtiele uitspraakverschillen, iets wat dus het Nederlands echt kenmerkt. Ik hoop dat jullie sommige mensen het hier ook kennen. Het devoicen, het niet stemhebbend maken van stemhebbende klanken. Dus voicemail zeggen in plaats van voicemail. Involved zeggen in plaats van involved. Even wat voorbeelden. En dit was gewoon zo'n mooi voorbeeld, omdat het hier echt tot een misverstand leidde in een hele presentatie. En dit hebben we dus ook in het boek, nemen we dit mee. We hebben uitspraakblokjes waarin we dit uitleggen. We hebben ook wederom op MyLab allemaal oefeningen. En dus ook met QR-codes kun je dan dus scannen en dan kom je bij de MyLab. Dus dat was een voorbeeldje van onze benadering met uitspraak. Een ander thema wat we hebben beloofd ook om te behandelen en wat ik even wilde aanstippen is cultuurverschillen, toon, formeel taalgebruik, inclusief taalgebruik aan de hand van een heel kort e-mailtje. Dus hier zie je bijvoorbeeld: Dear Sir, Madam, I've sent you an email yesterday. Weer die grammatica fout. And really need a reply today. Sincerely yours, Rashmi. Nou, misschien hebben jullie al wat opmerkingen. Dus bijvoorbeeld over die grammatica fout. Maar ook, ja, het is wel direct.
Wat ik dan vaak van mensen uit het zakenleven of gewoon andere professionele werkers, zeg maar, of studenten hoor, is van, nou ja, ik heb toch ook gisteren een mail gestuurd en ik heb toch ook vandaag gewoon een reactie nodig. Ik bedoel, ja, weet je, Nederlands, ja, say it like it is. Het staat er toch gewoon. Ja, maar hoe komt dit over, bijvoorbeeld in een meer Angelsaksische cultuur, waarin je dit soort dingen niet op deze directe manier communiceert. Wat je bijvoorbeeld kan doen, en dat laat ik dan in de volgende slide zien. Nou, je kunt in ieder geval al beginnen met dear reader, dus niet meer dear sir, madam. En dat is natuurlijk ook om niet alleen maar in de binaire aanspreekvormen te denken. Reader is dan een hele mooie neutrale oplossing, omdat het geen informatie geeft over gender. En je zou die mededeling kunnen herformuleren als een vraag. Did you happen to? Zou je kunnen toevoegen. Did you happen to see the email about so and so I sent yesterday? If possible, it would be great if you could let me know as soon as possible. En wat je dan ziet, wat we hebben toegevoegd, is wat we hedges noemen. Dus of padding, weet je wel, letterlijk een beetje een soort shoulder padding. To soften the blow, iets om een directe boodschap ietsje minder direct te maken. Heel vaak, vooral als ik in het zakenleven werk, hoor ik van mensen van ja, maar zo communiceer ik niet. Waarom moet ik mezelf zo aanpassen? Ik bedoel, ik vind dit overdreven. Dat zijn vaak comments die ik krijg. En dan zeg ik ook, nou ja, je kan natuurlijk voor kiezen om je stijl te behouden, maar. Hoe werkt die voor je? Krijg je over het algemeen snel een reactie als je dit soort e-mailtjes stuurt? Nee. Nou ja, wat is je doel dan? Dus als je een reactie wil, misschien moet je dan, helpt het om met die culturele verschillen rekening te houden. Dus dat is iets, zo pakken we dat bijvoorbeeld aan in het boek. We hebben nog veel meer voorbeelden. Ik licht er wat dingetjes uit. Maar allemaal kleine dingetjes die je kunt toevoegen. Bijvoorbeeld van als je iemand belt, kan ik met Pieter spreken? Nee, Pieter is er niet. Nou, no, Pieter isn't in. Of no, I'm afraid Pieter isn't in today. Net even die I'm afraid toevoegen maakt het net wat minder direct. Dat soort kleine dingetjes, zeker voor Nederlanders, is dat best iets wat echt aangeleerd moet worden, zeg maar, in een internationale context. Dus dat is een voorbeeld van stijl en internationale, of ja, intercultureel communiceren. En dan wilde ik nog tot slot, kijken of ik ook eventjes op de klok, nog door drie, de top drie, zeg maar, fouten in langere teksten heen gaan. En dan wilden we ook nog wat ruimte laten voor vragen. Nou. Top drie is natuurlijk een beetje willekeurig, maar iets wat we ook vaak teruggekoppeld krijgen van docenten, is het inconsequente gebruik van Brits en Amerikaans Engels in teksten. Ik weet niet of jullie dit zelf ook herkennen. Tuurlijk kunnen we tegenwoordig al de hulp krijgen van spellcheck, et cetera. Maar je moet natuurlijk eerst weten dat dit misschien een issue is. Dus ik heb hier even een voorbeeldzinnetje bedacht. Dus natuurlijk een voorbeeldzinnetje bedenken waarin ik zoveel mogelijk woorden die je op verschillende manieren kan spellen, bijvoorbeeld. I work at an organization in the center of town, about 2 kilometers from my flat. Nou, misschien zien sommigen van jullie al dat er hier in deze zin een mix is van Amerikaanse en Britse spelling. Ik laat jullie eventjes kijken voordat ik het antwoord geef. Dus bijvoorbeeld in het Brits worden veel van de woorden die in het Amerikaans-Engels met een Z geschreven worden, juist met een S geschreven. Maar ook heeft het Brits nog eigenlijk de Franse spelling behouden. Dus heel veel woorden in het Engels komen natuurlijk uit het Frans. En centre is er één van. Het Brits-Engels is vrij conservatief in de spellingswijzigingen. Dus die heeft nog de Franse spelling behouden, net als couleur, hè, color. En nou, al dat soort woorden. En kilometre of kilometer. En in het Amerikaans-Engels
is Noam Webster, een bekende taalkundige, die heeft gezorgd voor wat wijzigingen in de Engelse spelling en heeft gezegd: we zeggen helemaal niet centre, we zeggen gewoon center, dus laten we die letters omdraaien. Dus dat verklaart zeg maar de spellingwijzigingen of verschillen tussen Brits en Amerikaans Engels. Veel zijn er meer zeg maar fonetisch of logischer in het Amerikaans Engels wat dat betreft. Maar je hebt natuurlijk veel meer verschillen op het gebied van woorden, dus lexicale verschillen, flats in het Engels, apartment bijvoorbeeld in het Amerikaans Engels. En dit is nog veel lastiger voor studenten, zeker omdat ze blootgesteld worden aan beide taalvariaties. Is dit ook belangrijk? Ik weet het niet. In sommige contexten kan het belangrijk zijn. Ik geef altijd als voorbeeld. Makelaars bijvoorbeeld, als ze huizen verkopen, moeten ze weten wat de first floor is voor een Amerikaan en wat het voor een Brit is. First floor voor een Amerikaan is de begane grond en voor een Brit is het de eerste verdieping, net als bij ons. Dus dat kan nog best wel tot verwarringen leiden. Dus dat is een voorbeeldje van een typische fout in een langere tekst. Een ander voorbeeldje is, en hier kan ik, nou hier heb ik een heel boek over geschreven, dus hier zal ik niet al te ver over uitweiden, maar dit was het onderwerp van mijn eigen promotieonderzoek. Ik heb een proefschrift geschreven over zinspatronen en zinsmelodie en verschillen tussen het Engels en het Nederlands. En dit is een voorbeeldje uit een academische tekst, maar het zijn de eerste drie zinnen, dus het is nog niet te lastig. Van een Nederlandse student die in het Engels schrijft. En wat je hier ziet, ik zal het eventjes kort voorlezen. In the Netherlands, more than 1700 people have Huntington's disease. Huntington's is a neurodegenerative disorder affecting the muscle coordination. Symptoms of Huntington commonly become noticeable around the age of 40. Misschien zien jullie hier dat deze zinnen best kort zijn. En dat die korte zinnen tot aardig wat herhaling leiden in de tekst. Want hierdoor moet je dus eigenlijk Huntington drie keer noemen. En dit is nou precies iets, wat ook dus uit mijn eigen onderzoek kwam, wat de Nederlandse zin in verschillende genres echt kenmerkt. Dat hou je zinnen maar kort, maak het niet te ingewikkeld voor jezelf en de lezer. En dit is toch iets wat we de studenten en de gebruikers van het boek willen meegeven. Dit is wel anders in het Engels. Het Engels zegt niet maak eindeloos lange zinnen, maar wel combine clauses, dus voeg zinnen samen als ze samengevoegd kunnen worden, om een ander ritme in de zin te krijgen en ook om onnodige herhaling te voorkomen. Dus bijvoorbeeld deze zou je op deze manier kunnen samenvoegen. In the Netherlands, more than 1700 people have Huntington's disease, a neurodegenerative disorder affecting muscle coordination, of which the symptoms commonly become noticeable around the age of 40. Dus nu hoef je Huntington's maar één keer te noemen. Natuurlijk moet je dit niet naar elke zin doen, maar het oefenen met clause combining is echt iets wat je kunt doen om de tekst naar een hoger niveau te tillen. Is het fout als je het niet doet? Nee, het is niet een fout. Daarom staat fout ook tussen aanhalingstekens. Is het iets wat je kunt doen om de tekst een stuk eleganter te maken? Ja. En meer idiomatisch? Ja. En dan wilde ik nog even dit onderstrepen door een heel cheesy example te laten zien. Ik lees dit ook altijd voor in mijn college. En ik geef toe dat het cheesy is, maar het ligt het wel goed toe, denk ik. Dus ik zal het even snel voorlezen. This sentence has five words. Here are five more words. Five word sentences are fine, but several together become monotonous. Listen to what's happening. The writing gets boring. The sound of it drones. It's like a stuck record. The ear demands some variety. Now listen. I vary the sentence length and I create music. Music. The writing sings. It has a pleasant rhythm, a lilt, a harmony. I use short sentences and I use sentences of medium length. And sometimes, when I'm certain the reader is rested, I will engage him with a sentence of considerable length, a sentence that burns with energy and builds with all the impetus of a crescendo. The roll of the drums, the crash of the cymbals, sounds that say, listen to this, it's important. So write with a combination of short, medium, and long sentences. Create a sound that pleases the reader's ear. Don't just write words, write music. Wat ik zei, beetje cheesy, maar dit laat wel zien dat wat je wil in een tekst is dat ritme creëren. En Aafke en ik vonden het ook belangrijk in het boek,
juist om het schrijven naar een hoger niveau te tillen, dat je niet altijd maar voor de veilige route gaat en zegt, hou je zinnen kort, want dan voorkom je lastige zinnen. Nee, op een gegeven moment moet je het aandurven om ook naar het volgende niveau te gaan. Nou, en tot slot dan de laatste fout die ik eventjes wilde benoemen, een hele, ja, echt een klassieker, is wat de comma splice heet. Een comma splice is als er twee hoofdzinnen alleen met een comma worden verbonden. Je ziet dit ook in het Nederlands, maar het is iets meer een gedoogbeleid, misschien heel typisch voor de Nederlandse cultuur, iets meer een gedoogbeleid in het Nederlands. En in het Engels is dit echt een no-no. Als je ook bijvoorbeeld naar interpunctieregels kijkt in het Engels, dan heeft de Cambridge Grammar heeft iets van 80 pagina's, een hoofdstuk van 80 pagina's aan interpunctie besteed. Terwijl bijvoorbeeld de ANS, de Nederlandse spraakkunst, Algemene Nederlandse Spraakkunst, niks over interpunctie zegt. Niet dat interpunctie niet belangrijk is, maar het wordt meer gezien als een onderdeel van stijl en minder als grammatica. Dus in het Engels zijn de regels best expliciet. En zijn er ook heel veel regels. En dit is zo'n voorbeeld van een comma splice. House prices have increased significantly over the past few years. This is mainly due to the housing shortage in Amsterdam. Dus hopelijk zien jullie dat bij this een nieuwe hoofdzin begint. En als je daar een comma tussen plaatst, dan is het een comma splice. Nou, hoe kun je die oplossen? Je kunt natuurlijk gewoon een nieuwe zin beginnen en een punt. Maar we hebben net op de vorige slide geleerd dat je niet altijd die korte zinnetjes wil hebben. Dus je zou het ook anders kunnen oplossen. Je kan bijvoorbeeld ook this in which veranderen en dan maak je van een hoofdzin een bijzin. Dan heb je het opgelost. Of je zou de woordvolgorde net iets kunnen aanpassen. Due to the housing shortage in Amsterdam, house prices have increased significantly. En als je echt dapper wil zijn, dan kan je ook nog de zinnen verbinden met een semicolon, een puntkomma. Die worden natuurlijk veel te weinig gebruikt. Dus dat is ook altijd een mooie oplossing voor een comma splice. Nou, wat we hier hebben gedaan, of ik, maar Afke heeft natuurlijk heel veel werk gehad achter de schermen, is in vogelvlucht jullie ja, een indruk gegeven van hoe wij dit boek hebben geschreven, onze aanpak. Maar hopelijk ook wat dingen hebben opgefrist bij jullie of wat inspiratie gegeven. En we willen graag nu, als jullie willen, jullie de gelegenheid geven om een vraag te stellen. Dat kan via de chat, maar het kan ook gewoon, je kunt ook je hand opsteken, zeg maar, via Zoom. Dus raise hand en dan word je geunmute. Dus het kan allebei. Dus mocht iemand vragen hebben. Stel ze vooral, Aafke, jij hebt er misschien al wat verzameld. Dat Aafke is de moderator. Nou, er zijn tijdens de webinar geen nieuwe vragen binnengekomen, maar we hadden al wel van tevoren wat vragen ontvangen. Dus daar kunnen we misschien ook even snel naar kijken. Ja, ik zie wel een paar opmerkingen in de chat of staan daar niet vragen in? Ja, nee, geen echte vragen. Wel Oké. iemand die vond het prettig om bevestigd te krijgen dat het stampen van woordenlijstjes inderdaad niet echt werkt. Ja, nee. Er Dus. is veel onderzoek naar gedaan. We weten het inmiddels. Ik, ja. Ja, Volgens maar mij één van Rina. Klopt dat? Rina schrijft wel, ik heb twee vragen inderdaad. Oké, ja. Maar ze staan nog niet in de chat. Dus. Oké, misschien. Ik zie alweer een nieuwe binnenkomen. Doe niet in Ja. real time. Voor welk niveau is dit geschikt? Welke voorkennis op EFR-niveau, B2 tot C1? Ja. Ja, dus ik legde aan het begin van de presentatie uit dat we het niet hebben gekoppeld expliciet aan een niveau, maar er is wel een basiskennis, wordt er wel verondersteld. Aaf, hoe zou jij dit beantwoorden, zeg maar? Want jij bent natuurlijk ietsje meer thuis in ook de boeken die wel met het CFR werken. Ja, klopt. Ik denk, nou, dit boek is natuurlijk toch gepositioneerd voor de HBO-markt. Dus ik denk dat de meeste voorbeelden, vooral van lees- en luisterbronnen die we hebben, dat die wel op B2 richting C1 zitten. Losse oefeningetjes, waar we bijvoorbeeld voorbeeldzinnen geven, die zijn soms ook wel wat toegankelijker. Ik denk dat een B1 plus student er ook al goed mee uit de voeten zou kunnen. Dus ja.
Ja, en Maar we hebben persoonlijk. niks expliciet gelabeld in het boek of zo. Nee, Dat we hebben het niet. bewust niet gelabeld. Ik zet het zelf natuurlijk ook vrij veel in, ook in mijn lessen, zeg maar, buiten de universiteit. En ja, echt hele gemengde gebruikers, omdat ik merk dat veel mensen toch wel een basisniveau hebben, maar omdat echt de insteek juist die veelgemaakte fout is, en die leiden juist ook vaak tot onzekerheid bij mensen. Het gevoel dat ze knullig zijn, dat ze stomme fouten maken. En het idee van, nou, in ieder geval de allermeest, de grootste blunders, zeg maar, die leer ik voorkomen. Maar ik zie nog wat meer comments of chats binnenkomen. Zal ik zelf ook even meekijken? Hoe ver wordt uitgegaan van het native speaker model? Een hele goede vraag dit. Nou, eigenlijk niet. Kijk, je moet natuurlijk wel iets hebben om naartoe te werken. Dat is niet foutloos Engels, maar we proberen juist ook het Engels als lingua franca aan te bieden en of te zien. En hoe het Engels ja, de wereldtaal is geworden op veel gebieden en als internationaal communicatiemiddel gebruikt wordt. Dus het voorkomen bijvoorbeeld van fouten, leg ik zelf ook altijd uit in mijn eigen lessen, is niet om perfect native speaker Engels te bereiken. Het is eigenlijk ook om jezelf meer zelfvertrouwen te geven. Dus tuurlijk laten we wel zien van, zeker met grammatica, dit is de standaard of dit, zo wijkt het af. Maar het is vooral dus om mensen ook meer zelfvertrouwen te geven. Ik hoop dat dit die vraag beantwoord. En dat hebben we ook heel erg proberen te verwerken in voorbeeldteksten. Dus we werken met heel veel voorbeeldteksten voor oefeningen. En die zijn echt over van alles en nog wat. En hopelijk kan dus voor iedereen iets. Even kijken, zijn er nog meer vragen? Ik zit eventjes te kijken, zelf scroll ik ook even. Ja, daar is nog een leuke vraag binnengekomen, zie ik. Ik heb veel internationale studenten. Wordt er ook gewerkt aan een internationale versie? Kijk, Nou, werk aan de winkel. aan de winkel. Nou, Pearson luistert mee, dus die plannen zijn er nog niet, maar dat zou wel leuk zijn. Het is wel trouwens iets wat we heel erg hebben besproken, hè, Aafke, van het is best nog een terugkerend onderwerp geweest van gaan we in het Nederlands of in het Engels dit boek schrijven. Uiteindelijk hebben we gekozen voor Nederlands, omdat we dus best, eigenlijk zit er best veel informatie in het boek en we wilden, en we laten toch af en toe wel dingetjes vallen als adjectives en wat taalkundige termen, dus bijvoorbeeld als die collocaties. En we wilden niet dat de taal nog een extra drempel vormde. Dus toen hebben we gekozen voor Nederlands. Maar het is, ja. Als ik deze vraag krijg, denk ik, misschien hadden we het toch ook in het Engels moeten doen. Goeie vraag. Zijn er nog meer vragen? Kunnen echt allerlei vragen zijn. Voel je vooral vrij. Is er ook een docentenhandleiding beschikbaar? Oh, weet je dat nog? Nou, we hebben wel uitwerkingen van alle opdrachten. Oh ja. En die staan ook op de MyLab, volgens mij. Mocht je een docentexemplaar willen, ik ga nu even de link plaatsen in de chat. Dus dan kan je een docentexemplaar bestellen en dan kan je zelf kijken hoe het werkt en of je dat kan gebruiken in je klaslokaal. Ja, inderdaad. Maar alle uitwerkingen die staan dus van de oefeningen. Dus dat is niet een lessenplan, zeg maar. Maar alle uitwerkingen die staan wel op MyLab. En wat we ook in het boek hebben is, elk hoofdstuk heeft een thema. En aan het einde van ieder hoofdstuk is er, hoe hebben we het? We hebben de oefening een beetje een pakkende naam gegeven. Wat is het ook weer? From Danglish to English, what's your score? En dan kun je een soort ja, toetsje zeg maar, doen aan het einde van het hoofdstuk. Waarin we dus nog eens door die veelgemaakte fouten en alles gaan. Om te kijken, nou, beklijven zo. Heb ik er iets van opgestoken. En leuk om van Margreet te horen dat inderdaad ook vanuit het Nederlands. Omdat het doel ook zelfvertrouwen is. Dus dat niet de taal nog een obstakel is. Ja, dus dat was een wel overwogen beslissing. Zijn er nog meer vragen? Nou, er waren nog vragen binnengekomen, hè, bij de inschrijving al. Dus Ja? eentje daarvan was bijvoorbeeld,
Hoe leer je snel de professionele woorden en zinnen die je nodig hebt in je vakgebied eigenlijk? Ja. En we hebben het natuurlijk al, of jij hebt het over de collocaties gehad. En wat ik ook nog even wilde noemen, is dat we ook op de MyLab nog een soort beroepsgerichte woordenlijsten hebben. Dat is dan wel meer een beetje de standaard aanpak van een woordenlijst, maar je kan er ook digitaal mee oefenen. Dus die hebben we op een aantal verschillende velden, voor management bijvoorbeeld, marketing, classroom English, social work, logistics en medical English. Dus zo kun je ook nog de woordenschat uitbreiden of je Ja, studenten daarbij helpen. en waar de woorden, het hoofdstuk, er zijn eigenlijk twee woorden, hoofdstukken over woordenschat. Ik heb zelf toevallig ook jarenlang het vak Lexis gegeven op de universiteit. Dat ging helemaal over hoe je je woordenschat kunt ontwikkelen en uitbreiden. En die hoofdstukken gaan eigenlijk heel erg over hoe je die passieve kennis nou om kunt zetten in die actieve kennis. Dus ook als je teksten leest voor je studie of als je naar een podcast luistert, hoe kun je nou alleen maar die ontvangmodus zeg maar uitschakelen en op dingen gaan letten? Dus die bewustwording, dat zit heel erg in die twee hoofdstukken. Ik zag ook nog een vraag binnenkomen over kan het in combinatie met een andere methode gebruikt worden, bijvoorbeeld business partner. Aafke, ben jij toevallig bekend met business partner? Nee, die ken ik niet. Nou, zelf, misschien kan ik meer over mezelf, omdat ik dus zelf ook veel les geef. Ik gebruik altijd een combinatie van boeken. Ik heb nooit één boek wat ik gebruik. Ik gebruik, nou, mijn eigen boek, al voelt het natuurlijk altijd een beetje gek om, of ons eigen boek, hè, bedoel ik dan als ik mij zeg. Echt ook vanuit dus de Nederlandse gebruiker. Maar andere boeken, ja, ik gebruik soms voor bepaalde cases. Weet je, zo'n business partner kan me echt voorstellen dat dat bepaalde cases heeft voor meer wat zakelijkere opleiding of zo. Dan zou ik die weer heel nuttig vinden om in combinatie daar dat te gebruiken. Dus ik doe dat zelf ook. Ja. Oh ja, ik snap, de tijd is langzaam op en de zon schijnt ook. Dus ik snap ook als mensen willen gaan. Ik denk dat we misschien maar rustig moeten afronden. Heel erg bedankt voor het aansluiten. Leuk dat jullie erbij waren. Vraag vooral een docentenexemplaar aan als jullie nieuwsgierig zijn. En Aafke en ik zijn ook te vinden op LinkedIn en alles, mochten jullie nog vragen hebben na de presentatie. Oké, dank jullie wel. Lotte en Aafke, hartstikke bedankt. Het was heel erg interessant. En ja, vraag een docentexemplaar. En een fijne middag. Fijne middag.